inderdaad niet goed. En vervolgens op een haar naar de koninklijke familie te missen. Jammer van de poging. Maar wat eigenlijk iedereen trist is, is om mee te maken dat Nederland, bijna heel Nederland, op zijn kop staat. Koningin de rest zal nooit meer hetzelfde zijn. Ze hebben ons feest afgepakt. Mijn feest is nooit geweest. Dat ten eerste. En vervolgens, een week later, dode herdenking op het NOS Journaal, de onafhankelijke berichtgever, is er een gigantisch applaus van wel 18 seconden voor onze koningin. Later blijkt dat het applaus uitgerekt is van 7 seconden naar 18. Niemand die het in de gaten heeft, maar we vinden het allemaal fantastisch. Kijk, ons volk nou eens even juichen voor onze koningin. En hoe humaan is ze, want zonder voorbereiding deelt ze haar medeleven. Nou, ik scheid er gewoon op. En waarom scheid ik erop? Omdat er heel veel bloed kleeft aan het huis van Oranje, aan de handen van Oranje. En waar ik helemaal misselijk van word, is dat nog een week later een herdenking plaatsvindt, integraal uitgezonden. En opeens is er geld voor roadblocks, opeens zijn er betonnen dingen op straat. En wat me dan nog helemaal erg triest maakt, is het feit dat vandaag, voordat we hier de deuren opendeden, ging een telefoontje van kraakpand en Odijk dat op ruimte staat. Weet je, de dingen waar het echt om draait, zijn niet meer belangrijk in Nederland. Het is alleen maar pracht en praal. En we kunnen de vingers wijzen naar Amerika, maar ondertussen zijn we net zo erg, zo niet erger, politie staat. Dus hou eens in de gaten de verdomste Wilders, de Oranje Vereniging en Wakker Nederland. Merci.